Voilà, ik zit hier nu naast de sterspeler van Racing Henk, Olivier. Alles goed? Ja. Met mij ook, dank u wel. Mag ik Olly zeggen? Ja, dat mag. Oké, Olly, ik weet nog niet zoveel van u. De kijkers weten nog niet zoveel over u. Is het goed dat wij elkaar beter leren kennen met een snelle vragenronde? Ja, is goed. Oké, let's go. Olly, wat is uw raarste gewoonte? Mijn raarste gewoonte op het veld is als ik zo'n beetje modder aan mijn handen heb, dat ik het over mijn handen uitvreet. Fortnite of FIFA? Fortnite. Toen ik uw favoriete Fortnite celebration. Ah, van Griezmann. Van Griezmann. En weet Ronaldo zijn celebration? Hola. Ja, dat zie je direct als een voetbalkamer, hè. Dat mij direct opvalt, twee dekbedden van Barcelona. Zijn je fan van Barcelona? Nee, meer voor Real Madrid. Ah, maar de dekbedden van Real Madrid waren uitverkocht, of? Iedereen die aan het kijken is, vraagt zich af, wat neemt een talent zoals u allemaal mee naar de training, hè? Mijn bal. Ja, een bal. Niet te vergeten, hè. Als je gaat voetballen, heb je een bal nodig. Allee, het volgende? Schenen. Ah ja, zeker. Stel dat er een beenhouwer... Zijn er beenhouwers in uw ploeg? Nee. Nee? Oké. Lieve ploeg, lieve ploeg. Welke maat zijn uw schoenen eigenlijk? Want voor mij is dat heel klein, hè. Kijk, dat is zo lang voor mij. Welke maat zijn ze? Ik denk dat ze 39 of zo. Raad, 47. Staat er hierin? Mooi zeggen tegen de camera. Niet te dicht gaan voor uw neus. 48,5. Dat is dus het verschil, hè, mensen. Op naar de training van Racing Henk. We zijn hier toegekomen op het veld van Racing Henk. De training is nog niet bezig, maar toch is het al aan het voetbal. Ik hou matchen in de kooi. Matchen in de kooi doe je altijd voor de training? Ja, meestal wel. Dat is eigenlijk een beetje opwarming. Ja, mag ik meedoen? Ja. Oké, let's go.